Ik heb vandaag een afspraak met Martine van Miltenburg. Zij is klinisch embryoloog in Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp. En ze heeft me vandaag uitgenodigd in haar lab. Ik ben heel benieuwd. Martine van Miltenburg, klinisch embryoloog. Ik ben nu in jouw domein, jouw lab. Welke handelingen gebeuren hier dagelijks? Welkom op ons lab. Leuk dat jullie er zijn. In ons lab wordt er uiteraard gekeken naar eicelkwaliteit en de zaadkwaliteit. Daar hebben we verschillende stappen voor in ons laboratorium. En daar wordt dan echt gekeken naar hoe bijvoorbeeld de eicellen en zaadcellen eruit zien. En op basis van dat wordt er een inschatting gemaakt welke behandeling het beste zou zijn. Kun je me vertellen bij welk station wat gebeurt? Aan deze zijde van het laboratorium wordt vooral de zaadanalyse gedaan. Dus daar wordt gekeken naar de bewegelijkheid van de zaadcellen, de aantallen uiteraard. Maar ook of een zaadcel er normaal uitziet. En dat alles tezamen, dat geeft dan een bepaald getal wat we gebruiken om in te schatten of het goed is voor inseminaties of dat het eerder geschikt is voor ICSI of IVF. Als we naar een volgend gedeelte van het laboratorium gaan, daar wordt echt het zaad opgewerkt voor de behandelingen. Dus dat wil zeggen dat het op basis van dichtheid van de zaadcel worden de goede en de minder goede zaadcellen gescheiden. En de beste zaadcellen worden uiteraard dan gebruikt voor de behandeling. En op het moment dat de zaadcellen klaar zijn, dus opgewerkt zijn, gaan ze naar de eicelkant, zoals wij dat noemen. Dus dat is echt het eicellab. En het eicellab die heeft vanaf de punctiekamer juist de aanvoer van de eicellen. En daarbij wordt er gekeken naar hoeveel eicellen er zijn. En uiteindelijk worden de zaadcellen en eicellen daar samengebracht. Voor de selectieprocedure van de goede en minder goede zaadcellen speelt de gradiënt een belangrijke rol. Een gradiënt moet je zien als een soort maas waar de zaadcellen doorheen moeten kruipen. Nou, dat gaat bij zaadcellen die niet zo lekker in hun vel zitten of niet levend zijn, gaat dat niet goed. Terwijl de zaadcellen die goed bewegelijk zijn, motiel, vitaal, die gaan door die maas heen, dus door het gradiënt heen. En die eindigen op de bodem van het buisje. Nou, op basis van deze setting kunnen de goede zaadcellen gescheiden worden van de minder goede zaadcellen. En houden we dus de beste zaadcellen over voor de behandeling. Hier aan de rechterzijde is de punctiekamer. Vanaf de punctiekamer krijgen wij de eicellen aangeleverd. En wanneer we de eicellen aangeleverd krijgen, wordt het hier in deze flowkast door een analist gezocht. Alle buisjes worden daarbij bekeken. Alle eicellen die gevonden zijn, worden samengebracht uiteraard met de zaadcellen. Ja. En worden hier uiteindelijk in de GERI gevolgd. De GERI is een soort timelapse machine. Ja. Wat wil zeggen dat er constant een foto gemaakt wordt. Dus per kamertje zit een cliënt. Ja. En op basis van die foto's wordt er een filmpje gemaakt. Dus je kunt live, als het ware, de ontwikkeling volgen. Ja. Oh, wauw. Dus dan kan je echt live zien hoe de embryo zich ontwikkelt. Ja, absoluut. En op basis daarvan bekijken wij of het embryo zich goed ontwikkelt. Of er veel fragmentatie bijvoorbeeld is, dus kapotte celletjes. En daarmee krijgt het embryo uiteindelijk een score. En uiteraard, het mooiste embryo wordt als eerste geplaatst bij de cliënt. Per GERI zitten er 6 cliënten in. We hebben 3 GERI-machines, dus wil zeggen dat we voor 18 cliënten ruimte hebben. En ieder heeft zijn aparte kamertje in de GERI? Iedereen heeft een apart kamertje, een aparte microscoop ook die daarin zit. Dus het wordt echt gezien als een losstaand incubatortje. En wat is het voordeel dan van zo'n stoof? Nou, het voordeel is dat normaliter, als wij de embryo's moesten beoordelen, dan moet het uit de stoof gehaald worden en met behulp van een reguliere microscoop bekeken worden. En op dit moment, omdat er gewoon in dit apparaat een microscoop zit en telkens foto's worden gemaakt, hoeven wij niet de schaaltjes uit de stoof te halen. Dus dat wil zeggen dat het een hele stabiele omgeving is. Vanaf het moment dat ze erin gaan tot het moment dat we gaan vriezen of plaatsen van de embryo's, blijven ze hierin. Dus het is helemaal stabiel, temperatuur is stabiel, de zuurgraad is stabiel, alles wordt gemonitord. Dus dat is een hele veilige omgeving voor een embryo. Ja, zeker. Ja, mooi. Met behulp van dit systeem kunnen we dus goed kijken naar de embryoontwikkeling. Wat wij doen is echt een filmpje afspelen. En in dat filmpje kunnen we zien hoe goed een embryo deelt. Ja. Dus wij houden heel goed bij hoeveel cellen op welk moment het is. En ook hoeveel fragmentatie er bijvoorbeeld is. Dus dat wil zeggen kleine fragmenten van cellen die er zijn. En op een gegeven moment zie je dat het embryo in dusdanig stadium komt dat er een, dat noemen wij een morula. Dan zie je dat de cellen als het ware gaan samenklonteren. Dat gebeurt nu.
En vanaf dit punt krijgen we dat er een blastocyst gaat ontstaan. En een blastocyst, dat is eigenlijk een embryo waarbij er een grote holte is. Mm-hmm. En op een gegeven moment ontwikkelt het zich zo dat er een klontje cellen ontstaat met een mooie rand van cellen eromheen. Ja. Nou, op basis van deze ontwikkeling geven wij een soort scoring aan de embryo's. En die scoring die geeft weer hoe goed een embryo is en wat de kansen zijn. Dus hoe beter het embryo, hoe groter de zwangerschapskans. Nu we hier zo in het lab staan en we hebben het over eicellen en zaadcellen, dan ben ik me er ook zo ontzettend van bewust dat er een heel traject aan vooraf gegaan is voor patiënten, voordat de eicellen en zaadcellen hier komen. Op en neer naar jullie kliniek, echo's, spuiten van hormonen of slikken van hormonen. En bij IVF en ICSI een punctie. Zijn jullie daarvan bewust dat dat eigenlijk een hele spannende tijd is voor patiënten? Want van een hele actieve tijd van stappen zetten is het out of their hands en in jullie handen letterlijk. En dan wordt het zo wachtend op hopelijk goed nieuws, dat het ook gewoon een hele lastige periode is. Van actief in één keer passief zitten wachten op een goed bericht. Ja, uiteraard. En dat horen we ook vaak terug. Dat mensen op het moment dat er hier bijvoorbeeld een IVF of ICSI gedaan wordt, mensen heel erg nieuwsgierig zijn natuurlijk ook naar de embryoontwikkeling. Dus we proberen de mensen wel zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Dus ze worden meerdere keren gebeld om door te geven wat de bevruchting is geweest, hoeveel embryo's er ontstaan zijn. En uiteindelijk krijgen ze ook bij de transfer, dus bij de plaatsing van de embryo's, te horen hoeveel embryo's er goed uitzien en mogelijk gevroren kunnen worden. Zodat ze op elke stap wel op de hoogte zijn van het proces. Maar dan nog is het voor mensen heel lastig in die tussenliggende dagen en ook wanneer het embryo geplaatst is, de wachttijd. Ja, dat is echt heel, heel erg moeilijk voor mensen. Want er is natuurlijk niemand die op dat moment kan zeggen of het lukt of niet. Waarom fertiliteit? Wat is de passie? Wat vind je het allermooiste aan jouw vakgebied? Het allerleukste vind ik toch wel. Ik ben zeg maar opgeleid als onderzoeker. Dus ik ben ook altijd heel erg nieuwsgierig over waarom lukt nou iets niet? Echt bijna tot het frustrerende aan toe. Waarom lukt iets niet? Terwijl we bijvoorbeeld goede zaadcellen hebben. De eicellen er morfologisch, dus uiterlijk gezien, goed uitzien. Ja. En dat er dan toch geen goede bevruchting is. Of dat er uiteindelijk geen embryo innestelt, ja, bijvoorbeeld. En dat zijn aan de ene kant een soort frustratiepunten. Omdat je natuurlijk heel graag het als onderzoeker wilt weten. Maar je weet ook dat dat ook echte vragen van de cliënten zijn. En dat is wel hetgeen wat me drijft. Wat een mooie uitnodiging van Martina van Miltenburg om een dagje met haar mee te mogen lopen in haar lab. Dit om het voor jullie allemaal letterlijk in beeld te brengen wat er achter de schermen gebeurt als je tijdens je fertiliteitstraject in de wachtperiode zit.